Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik heb super, super, super leuk nieuws. Echt het allerleukste nieuws wat ik kan hebben op dit moment. Heb ik! Ik ben zo, zo blij. Het is een droom die uitkomt. Nikki en ik hebben ons perfecte droomhuis gevonden. Eindelijk! Het is, ja, we kregen gisteren te horen. Ik ga het jullie allemaal vertellen in deze video. En we hebben een huis gevonden. Ik ga jullie even haar vanuit leggen hoe het allemaal tot stand is gekomen. En ja, nou, ongeveer zomer 2019 hadden we besloten, we willen wat groter gaan wonen. We wonen op dit moment in een appartement wat we gehuurd hebben. En het is een prima appartement om met z'n tweeën te leven, te wonen. Alleen, uiteraard zoals jullie weten, werk ik ook hier. En dat is een beetje, nou, daar sta ik net iets te klein voor. Eén kamer moet sowieso opgegeven worden tot gamekamer, tot werkkamer, tot dreamkamer. En dat houdt in dit appartement in dat we dan alleen nog een slaapkamer hebben. En that's it. Een mens mag dromen. En die droom begon in de zomer van 2019. Toen hadden we besloten, oké, we willen eigenlijk wel eens gaan kijken of we een huis kunnen kopen. Onze zoektocht begon daar. Ik denk, het is nu, wat is het? 17 mei. Het is vandaag 17 mei dat ik dit opneem. En hierin, tot die tijd hebben we eigenlijk heel goed Funda in de gaten gehouden. En alle huizen die onze wensen voldeed, zijn we gaan bezichtigen. En dat zijn er denk ik wel, ik denk dat we wel een stuk of 10 huizen bezichtigd hebben. En ik heb nog een stukje van een vlog van de eerste bezichtiging die ik had, die heb ik toen alleen gedaan met mijn vader. Nikki kon niet die dag, want hij moest werken. Dus ik ben alleen daarheen gegaan met mijn vader. Goedemorgen, het is vandaag 23 juli of 24 juli? Ik weet het niet precies, maar het is in ieder geval woensdag. En we gaan kijken bij een huis en die wilde ik even vastleggen, dus dat ga ik nu doen. En uiteindelijk hebben we dat huis niet gekregen omdat wij overboden waren. En eigenlijk is dat een beetje de rode draad door al onze bezichtigingen heen. Vaak hadden wij het gevoel, dit huis is te duur voor de prijs die gevraagd wordt. Dus wij boden niet hoger dan de vraagprijs. Omdat we dat oprecht gewoon niet het waard vonden. We willen best een huis meer betalen voor een huis dat dan helemaal ons droomhuis is. Of als het al af is, dat je er niks aan hoeft te doen. Maar wij zijn niet vies van klussen, dus we vonden het niet erg als het niet af was. Maar dan moet het niet de prijs hebben van een huis dat wel af is. Dus dat was een beetje onze afweging steeds van is dit huis, hè, we boden de prijs met in ons achterhoofd houden. Hoeveel moeten we hier aan klussen? En die prijs halen we eraf, snap je? Dus als jij de badkamer en de keuken en alles moet doen, ja, dan moet je er gewoon wel 30.000 aftrekken of bijtellen in totaal. En dat was vrij lastig, want we hadden steeds, we hadden wel een heel specifiek zoekgebied. Nikki wil hier graag wonen. Ik vind het ook super leuk om hier te wonen. Mij maakt het verder niet zo heel veel uit, maar Nikki wil heel graag hier wonen. Dus dat maakte ons beperkt in onze keuze in huizen. Dus we gingen eigenlijk naar alle huizen die maar een beetje in onze budget vielen. En die ons aanspraken, gingen we naartoe. En iedere keer waren we eigenlijk teleurgesteld. We hebben een paar keer een bod uitgebracht. Een paar keer, nou eigenlijk zijn we nooit in onderhandeling geweest. Want we waren vaak gewoon overboden. En heel vaak gingen ze dan door met de andere bieders in onderhandeling en wij waren gewoon al uitgeschakeld. Namen we altijd wel in ons achterhoofd mee als we een bod deden van oké, we bieden laag, dus we moeten accepteren dat we dan afgewezen worden. Zo ook afgelopen zaterdag. We hadden een bezichtiging gepland en ik kreeg al een belletje van de makelaar dat dat ze een beetje haast had of dat we een kwartiertje eerder konden komen. Nou, dat was bij ons een beetje lastig, want
Nicky kwam net uit zijn werk. Dus we waren 10 minuten eerder. En we konden snel het huis bekijken. En we hebben in november hetzelfde soort huis bekeken. In een andere straat, maar hetzelfde soort huis in november. En daar waren we helemaal verkocht aan. Het was een 2-onder-1-kap. Heel veel slaapkamers. 4 slaapkamers. En dan nog een zolder waar je ook nog slaapkamers van kon maken. Dus heel veel kamers. En een bad. En weet je wel, alle eisen had dat huis. En toen konden we de financiering niet rondkrijgen. Of in ieder geval, we hebben niet eens geboden omdat we dachten dat we de kregen. En eigenlijk tot de dag van vandaag hadden we daar spijt van. Of tot de dag van gisteren moet ik zeggen. Dat we niet toen geboden hebben en het gewoon geprobeerd hebben. Dus ieder huis wat we daarna bekeken hebben, gingen we vergelijken met dat huis in november. En iedere keer zeiden we nee, het is gewoon niet mooi of niet. Het voldoet niet aan alle wensen die dat huis wel deed. Dus we zaten gewoon te wachten tot er weer zo'nzelfde huis in de verkoop kwam. Want het is niet een huis. Er staan wel meer van dat soort huizen in die buurt. Dus we dachten, wie weet komt hij nog wel een keer. En van de week was dat dus het geval. Hij kwam op Funda. En toen hebben we een bezichtiging gepland. En dat was dus gisteren. En we kwamen daar aan en we waren beide al enthousiast voordat we erheen gingen. Want dit wordt ons huis. Dat voelden we gewoon in alles. Het was gewoon alsof het. Het was gewoon een soort onderbuikgevoel. En daar geloof ik ook wel echt in. We hadden toen bij het andere huis al heel erg het gevoel van, oh, dat was ons huis. En dat hebben we de hele tijd gehad. En nu kwam het weer op ons pad, zo'n huis. Ik zeg, hier wil ik voor gaan. We hadden het bezichtigd, we waren heel enthousiast. Mijn vader was mee, want die is bouwvakker geweest zijn hele leven. En die heeft best wel veel kennis over een staat van een huis. Een bouwkundige staat van een huis. En dat vonden we wel belangrijk. En mijn vader was ook wel enthousiast, maar hij zei, ja, ik vind het wel duur. Dat we het wel waard vonden, omdat we ook wisten dat dat andere huis toen tussen onze vingers voorbij geglipt was. Was dit juist een huis dat we dachten, ja, we willen dit echt. Dus we hadden een hoge prijs in ons hoofd. Maar uiteraard ga je dat niet bieden. Over de biedingen. Misschien dat ik daar nog wel een andere video een keer over maak. We hebben in ieder geval onze handen ineengesloten met een financieel adviseur. Die voor ons de biedingen heeft gedaan. En uiteindelijk hebben we dus vrij laag geboden. En wel met heel veel voorwaarden. Positieve voorwaarden eraan. Dat we er snel in kunnen. Dat we dus de spullen die erin stonden wilden opruimen voor ze als ze daar te veel moeite vonden. Weet je wel, dat je het naar de sloop brengt en zo. En heel veel voordelen gaven we van. Ja, en ook dat we de staat van het huis een beetje intact hielden, weet je wel. Dus dat we niet de hele voortuin eruit gingen slopen en daar auto's neerzetten. Allemaal, je kunt van alles zeggen natuurlijk. En uiteindelijk hebben we een bod gedaan onder de vraagprijs. En dat is aangenomen, dat bod. Geaccepteerd, zeg je dat. En dit was gistermiddag bezichtigd. Een uur later een bod gedaan. Een uur later onderhandeld. En een uur later was het bod geaccepteerd. En nou zijn we eigenlijk eigenaren, nog niet. De sleutelovendracht is nog niet zover. Financiële, we moeten het ook nog maar eens allemaal krijgen van de bank natuurlijk, de hypotheek. Maar we zijn echt helemaal blij met dit huis. We zijn helemaal enthousiast. We kunnen niet wachten, het is in de buurt bij onze vrienden. Ik heb er zoveel zin in. Ik kan ook echt de hele dag er alleen maar aan denken. Deze video neem ik op zondag op. Hij komt volgens mij pas vrijdag online. Omdat ik het even. Ik wil even de handtekening gezet hebben onder het koopcontract voordat ik hem online zet. En ik kan de hele week er dus al niet over praten. En dat is heel lastig, denk ik. Maar goed, ik ga me gewoon focussen op dat er een hele leuke tijd aan zit te komen. We hebben het bod is geaccepteerd. Het koopcontract gaat deze week getekend worden. En 10 juli gaan we verhuizen. Of krijgen we de sleutel. Dan gaan we waarschijnlijk eerst klussen voordat we gaan verhuizen.
Maar 10 juli, de sleutel, dat is dus al over 6 weken. Dat is echt, als ik in mijn hoofd denk, dat is echt super snel. En ik... Oh, er moet zoveel gebeuren. Er moet zoveel gebeuren. En dat is nou precies wat ik allemaal wil vastleggen op camera. Ik vind dit zo'n bijzondere tijd. Dat ik... dit zijn de momenten die ik vast wil leggen. Die ik laat terug wil kijken. En dat ik mijn reactie zie van hoe blij ik met deze eerste... Dit is mijn eerste huis. Hè? Ik heb nog nooit een huis gekocht. Zo blij dat we eindelijk een huis kunnen kopen. Het is echt een stap vooruit in het leven. Hè? Een huis kopen vind ik een stap vooruit zetten. Die waar ik echt al, ik denk al 8 jaar naar smacht. Deze stap te zetten. En nu gaat het eindelijk gebeuren. Ja, ik kan wel huilen. Ik zit echt met tranen gewoon in te houden van blijdschap. Ik ben zo blij. Maar dat betekent dat we weer een leuke vlogserie gaan online gooien deze aankomende weken. Ik ga jullie meenemen in het verhuis, verbouw, alles. Dus jullie gaan de tranen zien, de tegenslagen, maar ook vooral de overwinningen die we gaan maken en de stress die we mee gaan krijgen in de aankomende weken. Maar ik kan me op dit moment niet voorstellen dat ik niet de rest van de aankomende 6 weken alleen maar aan het lachen ben. Ik kan allemaal leuke dingen gaan doen. Keukens uitzoeken, badkamer uit. Ja, er moet een hele hoop gebeuren in dit huis. We gaan niet alles in één keer afmaken. Dus we gaan een paar dingen aanpakken in het huis. En dat ga ik dan uiteraard vloggen. Maar we gaan er in principe, we gaan een paar dingen doen. Dan erin en dan langzaam kamer per kamer echt het helemaal ons maken. Maar we willen niet het hele huis strippen en dan weer opbouwen. Want dan zouden we er pas over een half jaar in kunnen. En wij willen er wel echt super graag in augustus in. Misschien al in juli. Dus dat is wel het doel. En ik ga jullie meenemen in dit fantastische avontuur. Wat je snel kan verwachten al... is de vlog waarin we het koopcontract gaan tekenen, denk ik. Ik ga in Sims het huis nabouwen, hoe het nu is. En ik ga een video maken in de Sims waar ik het huis ga nabouwen, hoe we het willen uiteindelijk. Dus, ik heb er heel veel zin in. Ik ga ook nog jullie adviezen opnemen in alles wat er gaat gebeuren. Dus mocht je advies hebben, tips of dingen mooie, weet ik veel, inspiratie hebben... Laat het me weten. Ik wil het echt heel graag weten. En ik hoop dat jullie ook net zo enthousiast zijn. Of in ieder geval een beetje van die enthousiasme van mij meekrijgen op camera. En dat het jullie ook een goed gevoel geeft. Want daarvoor maak ik natuurlijk ook deze video. Niet alleen voor mij als een soort dagboek voor later. Dat ik het terug kan kijken. Maar ook dat jullie gezellig mee kunnen genieten deze blijdschap. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Sorry als ik een beetje... enthousiast en bloedelend was. Maar ja, ik ben heel erg dankbaar dat we eindelijk een huisje hebben gevonden in het mooie Gelderland. Ik ga verder niet heel specifiek vertellen waar we gaan wonen, want dat is een beetje privacy en zo. Maar de Gelderlanden ligt hier en dat is de prachtige plek waar ik woon. Dat kan ik wel vertellen, dat het daar ergens is. Dank jullie wel voor het kijken. Geef het een duim omhoog als je net zo blij bent als ik. Laat een leuke comment achter. En als je deze verhuisserie niet wilt missen, vergeet niet te abonneren, want er komt een hoop content aan. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.